naam is Gerardo Salinas en ik ben de artistiek leider van de Mestizo Art Festival van MAF. Vanuit MAF hebben we mapping gecreëerd, een concept. En dat is een manier om een cartografie te creëren van verschillende steden. Die vertrekt van de manier waarop de artiesten de steden mee vormgeven en beleven. En, dus dat is in kort wat mapping is. من جديد وفا تبدل عليا كاع الحال عندك الهوت عقلو ما عاود نزل بشن فورج يار begonnen in Antwerpen en in Mechelen. We zijn op dit moment bezig met onderzoek in Brussel samen met de KVS. En in 2018, denk ik, gaan we ook een kaart van Gent. Ik vind het sowieso wel tof om in die stad te werken. Maar er zijn ook gewoon, vooral in Antwerpen, er zijn plekken die interessant zijn voor te werken en er zijn plekken die niet interessant zijn. Dus ik denk dat dat een heel goede keuze is geweest voor ons voor rond het Centraal Station te werken en vooral de Astridplaats. Omdat je daar verschillende wijken hebt die daar samenkomen en die moeten passeren. Plus je hebt die reizigers die moeten passeren, die toeristen. Je hebt je inspiratie zie je gewoon voorbij komen als je op de Astridplaats op een bank gaat zitten. Ja, ik ben Jentel de Wert en ik ben danseres. Ik heb eigenlijk twee punten gekozen, die muur en het traject gevolgd om daar dan met beweging aan de slag te gaan. En nu de tweede deel hebben we dan verder uitgewerkt en hebben we nog een andere plek gevonden aan het station waar de perceptie ook weer van bovenaf is. Eigenlijk een heel absurde plek, een achterkant van het station, een put in het parking waar eigenlijk het water samenkomt. En dat is eigenlijk een klein theater. Toen ik het zag, moest ik denken, want het is hier precies een klein theater in de stad. En zo ben ik eigenlijk vertrokken van, wat als ik mijn lichaam daarin plaats, hoe kan ik de omgeving veranderen? Ik ben door Arenberg gevraagd om de regie te doen. En dat betekent in dit geval heel erg om te kijken hoe kun je die verschillende bijdragen van de vier mensen bij elkaar brengen? En hoe kun je proberen om er een soort verdieping aan te brengen? Omdat er natuurlijk vorig jaar al aan gewerkt was. Dat was ook de basis van het materiaal nu. Maar probeer het wat meer in elkaar te steken, dat het meer een geheel wordt. Ik denk dat ik van al deze mensen die nu dit jaar hebben ook meegedaan, die hebben vorig jaar ook meegedaan, maar ik heb het jaar daarvoor ook meegedaan. Dus ik ben al 3 jaar bezig met dit project eigenlijk, met het onderzoek. En dat was voor mij compleet nieuw. In de zin van, ik treed op met een micro en ik zeg mijn boodschap en ik ga weg van de stage en dat is wat ik doe. En hier was het totaal anders. Het was de eerste keer dat ik met zo'n soort theater in contact kwam. Locatietheater noemen ze dat. Dat is een woord dat ik dit jaar heb geleerd. Dus voor mij was het helemaal nieuw. En in het begin snapte ik zelfs niet wat ze wouden zeggen. Oh, welke richting. En van, dat is mogelijk. Dus als ik zeg dat ik dit wil doen, gaan we dit ook doen. En dus dat voor mij is een heel, heel groot groeiproces geweest. Als het gebeurt dat je niet kunt slapen, als de regen slaat op het glas. Of van de wind die het dak doet kraken, of dat je voetstappen hoort in het gras. Ik ben maar een toevallig zanger op dat moment. Ik sta eerst met mijn gitaar te zingen en dan zing ik een lied van Willem van Manderen. Dat is van dat is een ode aan zijn kleindochter, wat vroeg is overleden. En daar heeft hij een prachtig lied over gemaakt. Ik ben Fiona, ik ben Fiona, ik ben Fiona. Ik ben een kalende man van 54. Dank u om deel te nemen aan de speciale.
speciale take-away mappingroute. Gelieve de chauffeur met rust te laten. Niemand in de bus aan te spreken. Uw gebeur met... We leven in een moment met veel individualisme, veel grotere dingen. En de mensen... Veel mensen voelen zich gewoon soort van slachtoffer van de wereld en van de stedelijke geest, dat ze niks daarmee kunnen doen. En wij vertrekken van de tegenovergestelde positie. Wij geloven dat de steden niet bestaan. De steden zijn performances die worden op elke dag gespeeld door ongeveer dezelfde mensen die ongeveer dezelfde ding doen. Maar zouden wij morgen radicaal kiezen om totaal iets anders te gaan doen, dan is de stad een andere stad.